is het Wat is de bedoeling van zo'n processie? De bedoeling is om de katholieke gelovigen eigenlijk te versterken en om ze vandaag de dag nog sterker te maken om te getuigen van wie ze zijn. Zich niet te schamen voor wie ze zijn. Dit is ons geloof, dit is hoe wij ons geloof uiten en we willen eigenlijk aan iedereen laten zien, wij schamen ons niet, de Heer schaamt zich niet voor ons, dus wij schamen ons ook niet voor elkaar. Wees gezegend, lieve mannen, Christus Jezus, wees Jezus zoet, van ons gegroet, o Jezus zoet. Er is ook flink gebeden, hè, voordat er gelopen werd. Ja, we hebben dus, voordat de processie begon, was er dus een hele eucharistieviering, waarbij we dus in zang en gebed uiting gaven van ons geloof. Wij bidden altijd voor ons land, wij bidden voor onze bestuurders, wij bidden voor de mensen die ons moeten leiden, zowel in de regering, in de assemblée, oppositie, coalitie. We zijn allemaal Surinamers, samen moeten we ons land vooruit helpen. Samen willen we ook die goede waarden en normen uitdragen, want ook dat heeft zo'n processie natuurlijk. Wij dragen uit eerlijkheid, geloof, oprechtheid, samenwerken. En daarom inderdaad hebben wij daar ook heel bijzonder gebeden voor land en volk van Suriname. Nadien zijn we dan door een paar van de straten gegaan. Eigenlijk symbolisch om te zeggen, God komt door de straten van ons Suriname en zegen ons land. Wil met uw liefde aanwezig zijn. En dat is eigenlijk die processie. Een tocht van gebed om de Heer door ons leven, door ons land, door onze stad, maar niet alleen onze stad, heel ons Suriname te brengen.